Je zit eigenlijk wel te genieten. Ja, ik ben er vreselijk op lachen. Het is een beetje positiviteit. Natuurlijk. Ja. Schatje is universeel. Dus ja. Dan kun je de hele dag roepen tegen elkaar, schatje. Vrij nieuw nummer, dat heb je dus nog nooit op de planken gezongen. Of nee, dat is sinds maart niet meer gebeurd natuurlijk. Hè. Dus, je hebt geen enkele optreden meer gehad? Alles gecanceld, alle contracten weliswaar doorgeschoven. Maar ja, dan krijg je weer een belletje van nou, reken er maar niet meer op dit jaar. En normaal gesproken sta je hoe vaak op de planken per jaar zo? Ja, vaak. 180 keer wel, ja. Ja, dat is om de andere dag zo'n beetje. Ja, dat is zo'n beetje om de dag. En, ja. Maar goed, dan zit je daar zo. Wat gebeurde er met jou? Verschrikkelijk natuurlijk. Ja? Dus ik heb een maandje lang in de bank naar Netflix liggen kijken. En daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Ik denk het roemend om. Toen had dus ik heb alle negatieve heb ik eruit gesodemieterd. Om de Brabantse woordjes te gebruiken. En ik denk, ik ga me concentreren. En wat heeft je eruit gesodemieterd? Nou ja, zo'n beetje alles wat op mijn pad was. Hè? Want dat gaat meestal gespaard met een coronatijd. Hè? Dus je wordt er toch een beetje depressief van, laten we eerlijk wezen. De zin is allemaal wat minder. De zon schijnt niet meer. De carnaval gaat aan je neus voorbij. Die hebben het overigens nog wel gedraaid in maart. Ja, vorig jaar maart, ja precies. Vorig jaar maart. Allemaal goed erheen geslagen. Pats, wat ga je doen? Wat ga je doen? Nou, dat is in mijn geval niet zo heel erg moeilijk. Alhoewel, je moet dat weer proberen op te pikken. Want jij bent altijd een hobby schilder geweest, hè? Ja, ik was altijd zeer bescheiden, creatief bezig. Dat is de muziekwereld, dus gespaard met creativiteit. Maar natuurlijk het schilderen. Ja. Dat is ook basis van creativiteit. Dus ik heb dat weer opgepikt. En ik moet mezelf af en toe nog eens keer knijpen. Want wat er allemaal gebeurd is in 11 maanden tijd is werkelijk ongelooflijk. Zou je kunnen zeggen dat je misschien als schilder meer succes hebt dan als zanger? Zeker als naar het laatste liedje luister. Dat heeft niks opgeleverd. Nee, dat was maar even om te laten zien dat we allemaal nog leven. En dat we positief in het leven willen staan. En iedereen zingt dat mee. En ik heb natuurlijk een enorme grote aanhang met fans. Ja. Maar ik heb het roer omgegooid. Ik ben gaan schilderen. En dat is niet onopvallend gebleven. Dat zullen we eens maar werken voor jou bekijken? Ja, ben je aan het werk met... Ja, zit ik in mijn atelier, zeg maar. Hier zat je in je verticale periode, denk ja, ik, hè? Ik denk, laat ik het eens allemaal naar beneden laten druipen. Maar hoe werkt dat bij jou? Dat ziet je te binnen. Dat kun je van tevoren niet bedenken. Nee. Ik bedoel, ik was vanochtend om 6:30 stond ik nog in mijn atelier. Hè? Ik bedoel, ik probeer ook de termen te hanteren die ervoor staan in mijn atelier. Ja. Dus overigens een prima ruimte. Ik woon in België, wat de meesten wel weten. Het was enorm veel woongenot. Groot huis met een prima atelier erachter. Dus. En dan, ik ben vandaag geloof ik om 4:30 ben ik het atelier ingedoken. En dan zit ik van kop tot teen onder de verf. En dan heb ik een idee. En dat maak ik. En dat moet af. Wat er ook gebeurt, slaap ik maar een uurtje of zo, maakt niet uit, maar op de gekste tijden van de dag. Hier zien we iets geels. Ja, dit is een doek, een schilderdoek vanuit een projectje. Dus dat is wat later gaan leven, dat ik dus ook voor penthouses en appartementen... Dan sta je voor een wit doek en dan denk je, ik ga het helemaal geel maken. Ja, je staat voor een geel doek. Het is eigenlijk een beetje vergelijken met wat u, hè? Ik mag tutoyeren, Madeleine. Wat jij doet, hè? Dus hoe ga ik die tegenpartij aanpakken? Hè? Dat kan je ook van tevoren niet bedenken. Dus ik kijk naar dat doek en ik rook nog eens een sigaretje. En ik vloek misschien nog wel eens een keer of ik schop tegen de emmer aan. En ik zet het pats op het doek. Ja. Hè? En soms ben ik met 20 minuten klaar. Soms doe ik er wat langer over. Soms sodemiet ik is gelijk wat, weg. Wat is wat langer dan? Nou, wat langer, dat kan ook 2 uur zijn. Oh, dat is maar net hoe intensief het schilderij moet zijn naar mij. Maar je beperkt je niet tot het doek, want dit is ook jouw werk. Ja, dus de collectie brandblussers. Dan heb ik dus een ingeving, dan zie ik ergens onderweg of in een gebouw een brandblus hangen. En laten we nou eerlijk wezen, het is toch heerlijk. Dan kan ik me niet voorstellen dat ze bij het Binnenhof het helemaal vol hangen met die Chanel en dit soort brandblussen. Maar het zou er allemaal wel wat leuker op worden. Laten we eerlijk wezen. Hè? Kijk al jaren naar zo'n... Is hier een markt voor, of? Ja, dit zijn giveaways. Hè? Dat vinden mensen prachtig. Dat vinden mensen leuk. Dat merk ik natuurlijk, want ik heb in de tussentijd ook een professionele webshop. Dan kunnen de mensen lekker winkelen in het winkelwagentje. En dat is gretig aftrekken. Ja, ja. Dus het is leuk om te geven. Hè? Ja. Ik bedoel, altijd maar weer die bosbloemen en het chocolaatje. Dat komt ook de neusgaten uit. Hè? Huppakee, kunst, kleur in huis. Wat vrolijkheid in deze moeilijke tijd. Heb jij nog een bankstel waar eventueel kunst bij past? Nou, klussen en leuke dingen doen. Ik had een nieuwe bank gekocht en toen keek ik nog naar... Ik had een rode leren bank, die haten mijn kinderen.
Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik snij gewoon alle stukken eruit. Ja. En dan ga ik gewoon tassen van maken. Dus ja. Ik ben bij mijn vrouw geweest, ik heb wel ontwerpjes gedaan. Dus dan dat had ik thuis zo'n dik stukken met eruit, gewoon alle stukken eruit. Dat was in de relatie sfeer, niet spannend. Nee, maar dat had dan met de rest. We hadden alle nieuwe. Er zitten hier twee creatievelingen aan de tafel. Maar vrolijkheid, is Madeleine. Je moet het even een beetje laten we eerlijk wezen, het is zo triest. Elke dag dat corona gezeur aan je hart is. Je moet heel serieus nemen natuurlijk. Ik heb pas op voor de slachtoffers, blablabla. Ik neem het zeer serieus. Maar als we nou eens even met z'n allen groeperen en stoppen met dat autoritair gedoe en gewoon eens besluiten om bijvoorbeeld, ik hoorde jou daar juist iets over zeggen, de horeca open te gooien, is het beter georganiseerd. Die mensen die hebben al maanden kunnen oefenen hoe ze het aan gaan pakken. Maar blijkbaar kan die kogel niet door de kerk, dus ik pleit er enorm voor. Die horeca open is dus gecontroleerd. Kan de jeugd onder de 14 ook niet klakloos Bacardi Colas staan te drinken? Maakt mij niet zo wel uit, want we zijn allemaal jong geweest. Maar organiseren binnen de horeca. Nu staan al de parken staan. Ja. Rijen dik duizenden mensen. Maar ik hoor er helemaal niemand over op tv. Ja. Slotvraag, Rob. Hoe smaakt het succes van het schilderen? Het is fantastisch. Ik doe projecten. En vanmiddag sluiten we met een borrel in Knokke het project af. Heb ik 6 appartementen mogen inrichten. Fantastisch is dat geworden. Ik heb een nieuwe vorm van kunst is op mijn pad gekomen. Samen met een van de beste fotografen hier uit Eindhoven. En zo zie je maar dat corona, we hadden het er net al over. Ook alles leeft toch ook altijd weer mooie dingen op. En een kleurtje in huis, ja. Moet alleen maar blijven.